dacht dat je me weg zou doen, hè? Ben op de blok, ze weet van mijn niet zo rat op mijn Nicky die Shanks verleden tijd. Catch you fucking hell. Ben alleen maar gek, klappen man. Moet ik jou in elkaar slaan en filmen of jij bent geëxposed. Wat gebeurt allemaal in de wijk? Goed dat je gebeld hebt. We kunnen die man vandaag nog aanpakken, bro. Je wordt verdacht van moord. Wat is dit? Nee. Ik ben gek, man. Die guy was 13 jaar. De wijk met shanks en pipes, niemand hoeft te rijden. Kijk, ren naar binnen voor de cake. Catch ik hem lekker, dan wordt hij gerezen. Ben op de blok, ze weet van mij. Laat mijn OG niet komen met P erbij. Neem die shanks van verleden tijd. Catch ik hem lekker in spray op tijd. Ben alleen maar goed met cijfers, heb niet eens ribben, toch kunnen we rijden. Zeg die bitch, breng de spar. Hier toon nog geen liefde, we zijn hier op zaf. En die chef bij me, zeg al die opbes, laat het hier niet lijken. No face, no case, spray man down, hier lig je een kist. Dus basically waar het allemaal op neerkomt, vrouwen doen het harde werk. Toch Jay hier? Ja. Je hebt gehoord wat ik heb gezegd? Ja mevrouw. Oh. Maar dat klopt niet helemaal wat hij zegt. Oké. Want bij zeepaardjes zijn toch altijd de mannen zwanger. Dat doet de man eens een keer, man. Jay, mag je telefoon even weg? Is goed mevrouw. Ja. Kunnen we door? Ja. Super. We hebben het dus gehad. Hey, sinds dat ik die mitten niet eet, brada. Hey, ik heb om mijn energie, terwijl jullie op de bank aan het dak aan zijn. Na het eten ben ik om in open, brada. Je weet hoe we doen, toch? Hey, jullie weten niks. Jullie willen niet horen, toch? Hey, Vakka. Kan ik je ergens mee helpen? Hey. We willen geen problemen hier, hè? Wat ken je die kill? Ja? Wat hebben jullie gedaan? Fakka, Jay hier. Waarom ben je niet op Heidi Hans? Wat is er met jou gebeurd? Kom maar, naar mij maar even. Willem, toch?
Ja, rustig. Ja, ja, dank je wel. Nou, gaat het, jongen. Them never see my greatness, them want me on the pavement. Them want make a statement, them end up in a grave then. Look how them a play friend, power them craving. Yo, fuck aan even. Wat doe je fuck aan even, Matty? Wat de fuck ben je? Bro, kom deze kant, papa. Je vertraagt, bro. Die man hebben al om mijn bord. Bro, ik was helemaal vergeten, man. Ik moet even mama helpen. Bro, luister, fuck dat. Je hebt gezien hoe viraal die filmpje gaat. Het gaat super viraal. Kom, papa. Ik ben toch gepakt te slaan. Bro, we gaan in de problemen komen door die shit, man. Bro, hey, luister, je bent weer op mijn Rico dingen, man. Hoor je niet? Punten. Kom deze kant op, man. Is goed, ik ga je zo bellen, ja? Oh, rustig. Nee, dit kan echt niet. Oh, ik krijg gekke klappen, man. Kijk, 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 kijk. Die zit er 2 op 1. Nee, wanneer is die toy gebeurd? Gisteren. Het is echt waar, het is 2 op 1, hè. Het is 2 op 1. Nee, man. Viral. Hoi. Pakken, man. Ik hoor je vanaf daarachter. Wat lopen te kijken, man? Die ding was 2 op 1. Daarom. Ik denk dat je kankergrappig bent, bro. Bro, ik krijg die dingen gewoon door. Bro, ik denk dat je kankergrappig bent. Bro, moet ik jou in elkaar slaan en filmen, broer? Laat, hou op. Moet ik je in elkaar slaan en filmen, broer? Dat is toch niet nodig? Scott, broer, dan hou je kankerbek dicht, broer. Met je grote mond. Willem, Scott dat. Hoe gaat het met je broertje dan? Geef gewoon mijn telefoon, man. Broer, hou je kankerbek dicht. Niet haar zo aankijken als jij bent. En hou jij ook je kankerbek dicht. Hoe doe je expo? Bro, hou jij je mond. Het is gewoon zo. Hou je mond. Die man heeft al genoeg meegemaakt. Ja, is goed, man. Koude tiende. Hij flikkeren. Maar Willem. Bro, we kunnen die man vandaag nog aanpakken, broer. Ik heb hier zijn pijp voor je. Broer? Ik regel het zelf. De rest, bro. Eigen fam, kill. Al die jaren dat ik je back heb, kill. Je hebt die studio tijd gefokt, kif. Bro, nu denk je, je komt op die okie, bro. Luister, jij gaat het goed met mij maken, bro. Je gaat me regelen, ik ga je eerlijk zeggen, man. Hoe kan ik je regelen dan? Je hebt die chickie in je klas. Als je een paar van die foto's voor mij fixt, zijn we gewoon geregeld, man. Bro, laat dat met rust, man. Geef mijn telefoon. Ga paga porno slaan, man. Paga porno, man. Kijk deze fucking views, kill. Hier slaat paga op. Kom allemaal door die fitte, ja. We gaan doekoe maken, bro. Over die views, hè. Ik ga denk ik even beter pauze nemen, man. Ik ben bezig met goede dingen, toch, met die fashion. Broer, ik heb je al gezegd, je bent geen Kanye West, kill. Die fashion tory gaat geen doekoe opleveren, man. Ik zeg eerlijk, die views gaat ons verder brengen, man. Geloof me, je weet ik heb je back, niffel. Als je van je hebt gelijk. Maar geen gekke shit meer posten. Hoi, tante. Is goed? Hallo, Sylvester. Ja, ja, het gaat goed. Hoe is het met je moeder? Ja, ik ga van de week ga ik wel even langs, maar ik ben even die slimme zoon van u net op. Ja, hier. Kun je me even helpen? Is goed, hoor. Is goed, hoor. Is goed, hoor. Hey. Is goed, hoor. Lees die appjes van Gerard. Heftig, een 13-jarige jongen. En daarom wil ik dat je vanavond binnen blijft. Maar het zijn die jongboys in de wijk die deze dingen doen, man. We hebben hier echt niks mee te maken. Ik moet echt iets nieuws opnemen. Anders kan ik niet klippen, man. Maar alsjeblieft. Ga dan! Je hebt die appjes toch ook gelezen?
kom weer niet naar de studio, man. Hey, nee, man, broer. Elke keer jij en je ma ook vaker met jou, man. Bro, een guy van 13 is geprikt, toch? Hij ligt nu in coma, man. Zo. Hoe weet je dat? Gerard loopt mama altijd te sms'en, man. Ja, man, we moeten een eigen ding oplossen. Luister, ik ga kwijt. Bro, zeg je maar stop de hele tijd met Gerard te appen ook. Ik weet niet of Gerard je stiefvader is of zo. Rustig. Bro, jullie zien deze man. Jullie zien deze man ook. Cap. Die fashion tory gaat dik gaan, man. Welke maatje draag je daar? Yo. Wat de fuck loop je me zo voor die mannen te roepen, kill? Ik vind niet nou wat je hebt gedaan, toch? Wat de fuck heb ik gedaan, kill? Je hebt die fashion tory gepost. Nippo, no cap. Beetje op voor mensen. Met connecten, chicks en zo. Bro, we gaan doeken maken, man. Niemand moet ze nog weten, toch? Bro, wat weet... Kill. Ja, je weet, ik heb je bek aan, Martien. We gaan niet raar doen, zo. Hey, boys, praat met deze man, zo. Ik wil je dat ongesteld te doen, kill? Wacht maar die flikken, man. Ik ga niet zo tegen mijn neefje praten. Wat is jou aan de hand, kill? Hey, mijn vakken ga je me ook regelen. Want ik ga jullie allemaal regelen, man. Jij hier Kardashian, man. Hé, hey ma. Alles goed met u? Ga zitten. Ik wil even verder met mijn kleding. Ga zitten. Wat is er aan de hand dan? Waarom ligt dat mes hier? Wou ik ook aan jou vragen. Het is niet van mij. Dus je weet niet van wie het is? Nee. Dan breng ik het naar Gerard. Tja, hier. Is goed. Mag ik gaan? Ik breng zo nog even wat eten voor je. Is goed. Thank you.
zie je Tamara dit. Allemaal in de wijk. Het is een goede jongen, hè? Gerard, je weet met wie die omgaat. Had ik strenger moeten zijn? Misschien is het niks. Nee. Heeft hij er niks mee te maken? Hè? Nee. Het is goed dat je gebeld hebt. Ik hoop het. Hou me op de hoogte. Als het paar minuten is. Ja. Ramirez, ik krijg een lift van me. Ben je doof? Instappen, nu. Hoe gaat ie met je? Je doet alsof je me niet kent, man. Ik heb geen zin om zo meteen weer bij je moeder langs te moeten. Ja? Ik moet gewoon stoppen. Ik wil de gast ook pakken. En je broertje heeft neergestoken. Ja? Hé, hey, tante. Alles goed? Hallo, Sylvester. Ja. Ben je onderweg naar je moeder? Hé, hey, hoor je me? Ja. Ik wil hem. Hé, kom! Hé, blikken! Hé, kom van me! Let je goed op jezelf? Ja, tante. Sowieso. Ik blikken! Ik zat niet in de problemen, hè? Ga weg, ja, tante. Yo bro, geen stress man, het is al geregeld. Maar waar is het dan, waar is het? Praat ze nou, man. Bro, ik zeg toch wel dat het is geregeld, man. Hey Fakadja. Hey Fak OG. Hoe is het, man? Had je vast of zo? Ah, je weet van mij dat ik al lang niet meer met die Tories ben, toch? Ik weet het. Maar hoe is het met jou, man? Gaat lekker, man. Goed je te zien, man, broertje. Huh? Ja, maar hoe is het, champ? Fuck met jou in die buurthuis, man. Hier lopen we ons te belasteren, man. Die man, er is geen buurthuis. Die man werkt nu bij reclassering, toch? Serieus? Ja, pas maar op. Ja, man. Zo, hé. Hey, we hadden het net over die jongboy, hè? Die chinboy van 13 die in coma lag. Ja, wat is met hem? Die man is dit, hè? Overleden, man. Serieus? Ja, man, bro. Ik weet niet waar jullie allemaal mee bezig zijn deze dagen, maar... Kijk voor jezelf in ieder geval dat je niet met die verkeerde mensen omgaat. Je weet wie. Komt goed, man. Je weet dat ik niet met die dingen ben. Je bent op je fashion. Maar die slippers zijn wel een beetje klein, broertje. Je grote teen komt drie maten daaroverheen. Ik ga gewoon even snel een pakketje ophalen, toch? Kijk, een banlieue. Dat is het hele merk. Ja, man. Hé. Rustig aan, ik alle. Hij is groot, man. Goed je te zien, Jan. Nee, rustig aan. Hey! Hey! Hey!
Jol is een kankerlaffe moordenaar. Huh? Sela, denk ik, maak grappen. Sela, Jair is mijn zoon. Jair. Jair. Willem, Jair. Hé, hey, ma, je wil niet weten waar ik stage mag lopen. Jair, wacht op je kamer. Ma, die boys hebben me een pakketje gestuurd, ma. Jair! Wacht op je kamer! Sylvester, Shuren, die Rosette. Ik wil mijn fucking moeder zien! Sylvester, Shuren, die Rosette. Sylvester, heb je enig idee waarom je hier bent? Nee, mevrouw. Jij moet ons even iets uitleggen. Er is bij ons een mes ingeleverd. Met het bloed erop van een dode 13-jarige jongen. Ja, ik heb daar wel een verklaring voor of iets. Af en toe bij videoclips komen er mensen, ook mensen die ik niet ken. Met messen, neppe vuurwapens en zo. Misschien daarom kan het zo zijn dat mijn vingerprint op een mes of iets terecht is gekomen. Dank je wel, Gerrit. Op dat moordwapen zitten vingerafdrukken. Jouw vingerafdrukken zitten erop. Vingerafdrukken van Willem, de broer van het slachtoffer. En van jouw neef Sylvester. Mijn neef heeft die fucking mes niet eens aangeraakt. En ik neem aan dat zijn broer hem niet heeft vermoord. Ik zeg alleen het mes is niet bij mij gevonden. Misschien wil jij niet praten, maar je neef Sylvester heeft wel gesproken. En hier staat dat we bij jou moeten zijn. Dit is bullshit, man. Ik wil ook gewoon naar huis, weet je wel. Nou, dan, als je het hierbij laat, wil je nog iets anders toevoegen? Oké, dan zetten we alles op papier en dan kan je daarna je handtekening eronder zetten. Wat vind je daar nou van? Dat Sylvester zoiets tekent. Misschien wil jij ondertussen even een sigaretje roken of zo. Verluchten. Als het kan, graag, mevrouw. Jay, wil je misschien anders even een luchtje scheppen? Hè, wil je er even over nadenken? Fuck a snitch, nigger. Fuck, wat heb je tegen die mensen gezegd, kill? The fuck, man. What the fuck is er met jou, kill? Wil je die shit echt op mij schuiven? Bro, je weet niks van hier, man. Wat die mensen spelen zo, kill. Bro, je bent gek, man. Die guy was 13 jaar. Luister, ga die fucking dingen niet praten hier, bro. Die mensen lopen te luisteren. Luister, je bent minderjarig. Je gaat die tory op je moeten nemen. Ik ga helemaal niks nemen, man. Luister, jammer, je hebt die koude mensen aan Gerard gegeven, kill. Begin ouder na te denken, Mathieu.
Als je gewoon daar bleef op zweegrecht springen, zo de reuk, joh. What the fuck? Verlust, ga je die tor op je nemen of wat, joh? Fucking ala! Verluister, ga je die kankerding op je nemen of wat? Jouw kankermoeder heeft die kankerding aan Gerard gegeven, toch, joh? Bro, ik heb jullie niets nodig, joh. Bro, anders luister, fuck jou en fuck je kankermoeder ook! Je gaat die kolotor op je nemen, joh! Ik zeg je eerlijk, deze man denkt is grap. Broer, ik heb je gezegd, deze man weet niks, kill. Jij weet meer dan deze man, laat me jou coachen. Want hier buiten, alles draait alleen maar om cloud, bro. Zie die views. Dat ben ik, Amati. Voordat ik binnenkwam, ging ik al dik, G. Snap wat ik je zeg? Maar kijk nu. Broer, nu ik zit binnen, views gaan keihard. Hij is gewoon pap buiten. Ik heb ook gewoon kleine boys die kleren voor me maken en zo. Snap je? Bro, jullie zitten voor Chintori, man. Is dit Bori? No. Bro, jullie slapen. Ik zeg je eerlijk, ik ga jullie regelen. Partij is niks, man. Ik zeg je eerlijk, man. Ik ga het maken, man, boys. Yo, G. Fuck. Je hebt de groeten van Willem, broer. Jair, kom je binnen? Goed dat je er bent, man, Jay. Hey, die foto's die ik vorig jaar zag van je, ik was onder de indruk, man. Tof om te horen, man. Jair, ik hoor goede dingen over je, man. Van je docent op de opleiding. Vind je het goed gaan op je nieuwe school? Ja, zeker. Ja, gaat goed? Ja, ik vind het ook leuk om te doen, dus ja. Luister, Jair. Ben je klaar voor het echte werk? Zijn jullie een beetje klaar voor het echte werk? Hij zei, maar klaar voor het echte werk. Ik zie je over 2 weken, ja. Maandag 9:00 Komt helemaal goed. Dat word ik graag. Neem een watertje. Lekker, man. Het zegentje. Monsieur Jair. Bienvenue à banlieue. Until God appears at the funeral. Oh, life's so brutal. Them want to get all like them life no crucial. If me was a young youth, what me would I do? Would I never want to choose between the guns and the crews with the tools?